mensen die in Drenthe zijn geweest, die herinneren zich ook de jeneverbisstruik. Omdat ze juist zo ja, mooi in het landschap staan. Ze zijn ook heel karakteristiek in de terreinen zoals ze hier zijn. Wat we graag willen is dat de soort die hier van nature voorkomt, van origine ook, dat die zichzelf verjongt. Uit onderzoek is gebleken dat het minder goed gaat met de jeneverbestruiken. De struwelen verouderen en de laatste 50 jaar zijn er bijna geen nakomelingen. We hebben daarom ook onderzoek gedaan in Drenthe en inmiddels blijkt dat op een aantal plekken toch wel verjonging voorkomt. En eigenlijk kun je gewoon zorgen dat hij er blijft, juist omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. Mensen, moet je eens kijken wat ik van heb. Ach, wat heeft nou weer veranderd toch? Moet je kijken. Dat laat een soort als niet rommel. Een mooie kiezen. Ja. Kun je dan straks nog maar een versie voor mij opzeggen, mijn lezen bedacht aan? Dat gedicht, hè? Ja. Vond je dat zo mooi dan? Ja, dat vond ik zo mooi, hè? Mijn naam is Menzo Pieter Rizaar. Maar de mensen noemen mij Waggo Jan. Hij voelt zich al eeuwen thuis op de oude Drentse zandgronden. We hebben het over de Juniperus communis, oftewel de jeneverbes.